De Anton de Kom Universiteit is al geruime tijd gestart met Open Campus Lectures over de Sustainability of the Guyana Shield, oftewel duurzaamheid van het Guyana-schild. Belangstellenden kunnen naar eigen keuze deelnemen aan de lezingen en workshops. Blok 2 van deze lectures gaat over duurzame productie. Dit blok duurt van 10 tot en met 14 december. Gisteren is er onder andere gesproken over energie voor duurzame ontwikkeling in Suriname en lokale energie voor lokale ontwikkeling. De inleider was Rudy van Els. Hij gaf aan gepromoveerd te zijn in duurzame ontwikkeling met als case study hernieuwbare energie in het Amazonegebied. Van Els komt sedert 2010 geregeld naar Suriname voor het geven van gastcolleges en het begeleiden van studenten. Volgens hem heeft Suriname vergeleken met de rest van de regio en het noorden van Brazilië de enige raffinaderij. De andere raffinaderijen dichtstbijzijnde zijn in Trinidad en Mela, die kant toe en naar Venezuela. Maar net zoals de andere activiteiten die hier werden ontplooid, die werden geïnitieerd door het kolonialisme vroeger, is deze sector ook opgebouwd voor exporteren van grondproducten en exporteren van producten in de vorm van energie. Dus de centrale vraag die we willen stellen is van dat in hoeverre heeft deze sector bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van Suriname? Dat is een beetje de centrale vraag die we gaan stellen. En dat gaan we proberen te beantwoorden door te kijken naar een aantal kleinere vragen. Van, wat zijn de belangrijkste gebruiken van energie? En water wordt gebruikt? Welke mensen hebben allemaal toegang tot moderne energieservices? Waar is er energie beschikbaar en waar niet? En wie profiteert van deze energiesector? Van Els haalde verder aan dat de basisgedachte achter het kolonisatieproces was dat de Europeanen naar Suriname kwamen om alles te halen wat waarde had, zoals specerijen, cacao, bomen en huiden. Het eerste product dat in Suriname uitgebuit werd was hout, zegt Van Els. Let wel, Brosimum Guianense, een speciaal type hout, letterhout of stekkelhout. De eerste map van Suriname die men heeft van het land Willoughbyland in 1662 wijst aan Willoughbyland. En waar Torarica nu staat, was bekend als stekkelhout land of letterhout land. De inheemse naam is Baida, of Engels ook Sneeuwgoed, of Portugees Mama Cadela Vermelha. Een echte nobele houtsoort en volgens mij vind je geen boom meer in Paramaribo, tenminste denk ik. Prosimum Guianensis. Er zijn ook een aantal andere planten en boomsoorten die ook de naam Guianensis dragen, dacht ik. Het is een van de Prosimum Guianensis en die andere is Carapa Guianensis. Toch? Wie kent dat hier? Carapa Guianensis. Krapahout. De lecturer Rudy van Els gisteren tijdens de Open Campus Lecture van Adecus over de duurzaamheid van het Guyana-schild. Dit blok van de openbare lezingen wordt morgen 14 december afgesloten.